Aan tafel zit Ramzi Nasser, de tweevoudig Louis d'Or-winnaar, oud-dichter des vaderlands, schrijver, acteur, poolreiziger, is ook een verwoed verzamelaar van alles en van nog wat. Vorige maand was hij al te gast en maakten we een eerste tour, zou je kunnen zeggen, door zijn woendekammer. Uitgepraat waren we toen nog niet. Ja, we zijn al een keer begonnen. Gaan we door waar we geëindigd ja, waren? We waren gebleven bij het wandelend blad. Bij die wandelend blad. Ja. Ja, ja. Nou ja. Jij verzamelt via eBay snuisteren. Nou, allerlei veilingen en winkeltjes verzamelen. Halve dag mee bezig, hè? Ja, zo ongeveer. En ik ben dus gefascineerd door camouflage technieken van dieren. Mm. Ook van planten trouwens. En je kunt. Ik verzamel dus dat soort dingen, vind ik leuk. Dus dit is een Hanasaki-krab. Nou, dat is zeg maar het beginnerswerk. Dat is een beetje de poor man's camouflage. Ik bedoel, dat kan iedereen. Als je jou en mij een miljoen jaar geeft, dan kunnen wij dat ook. Maar je hebt wat dus al interessanter is, dat zijn vlinders. Kijk, vlinders die kunnen. Die zijn eigenlijk. Dat zijn zittende maaltijden. Want die kunnen niet zo snel vliegen, die hebben geen klauwen, die hebben niks. Dus ze zitten maar te wachten, angstig, zoals professor Scherder, om opgegeten te worden. Dus nee, maar dat bedoel ik niet lullig voor die vlinders. Maar wat doen die? Die hebben van hier, dit is de onderkant van een vlinder. He, dus ja? Ja, dus ja. Als ze zitten, dan zien ze er heel kleurrijk uit. En als ze ineens zien dat er iets gebeurt, zo dicht. En dan lijken ze dus op boombast. Ze gaan dan ook op bomen zitten. En nou ja, dan zijn ze dus beschermd. En dus ze hebben twee technieken. Ofwel heel erg opvallen juist, dus door die ogen, een dagpauwoog bijvoorbeeld. Dus dat zo'n beest denkt van, nou, laat maar zitten, dat is net een uil. Of dus gewoon, ja, opgaan in de omgeving. Dus dit is een Indiaanse bladvlinder. Ja. Hieronder is een, wat is het? Een rouwmanteltje en daarboven een polygonia comma. Maar dan heb je de echte kamp. Dit zijn natuurlijk, dit is dus, nou ja. Ik ben niet zo goed in voetbal, hoe heet dat? Junior voetbal of zo. Juniorenwerk. Ja, juniorenwerk. Dan kom je bij de helden. Dit zijn de beste camoufleerders ter wereld. Dus dit zijn twee verschillende soorten van een wandelend blad. Die kunnen, ja, hoe ze erin geslaagd zijn, miljoenen jaren hebben die eraan gewerkt. En ik snap dus niet hoe dat kan. Mm-hmm. Die lijken dus zodanig op een blad. Deze gaat zitten bij bomen die dus al een beetje van die dorre bladeren hebben. Ja. Deze gaat zitten bij bomen die dus felle bladeren hebben. Sommigen hebben technieken dat ze een beetje kunnen wiegen, zodat het lijkt alsof het net als een blad in de wind zit. Sommigen hebben een beetje aangevreten uiterlijk, zodat er al een hap van is genomen. Van nou ja, doe maar niet, ik ben niet meer zo vers. Dat doen ze dus. Deze vlinder die heeft bijvoorbeeld een steeltje ook. He, kan zelfs een steeltje van een blad imiteren. Nou, op de blaadjes bedoel je? Of ja, op vleugels? Nou hier daaronder, als hij zo zit, ja, dan is het gewoon een blad. Maar de nerven, alles klopt. Ja, ja. Nou, nu ben ik dus een grote fan van de evolutietheorie. Maar zelfs als je weet hoe dat werkt, kijk, iedereen weet hoe dat werkt. Mutatie, één keer in de zoveel generaties, gebeurt er iets raars. Mm-hmm. Je ziet er iets anders uit. Vaak heeft het hele slechte nadelen. Stel, je zit in een zwarte omgeving en je komt er iets witter uit. Nou, dan word je opgegeten. Soms is het voordelig. Dan heeft het ineens voordeel. Nou, dan krijg je meer nakomelingen en dan ontstaat. Maar dit, exact een blad. Dat vind ik het moeilijkste om aan de evolutietheorie te begrijpen. Ik snap het. Het is toeval. Het is een blind proces. Maar ja, tenzij je in een god wil geloven. Ik kan het zeggen, dan sta je op het randje van religie, toch? Ja, nou, die hakken graag buiten. Ja, nee. Ja. Nou ja, want dan is het ook een god die alles aan het toeval overlaat. Dus een beetje een domme, luie god, zou je dan zeggen. Een beetje, maar ja. Mijn dingen passen zich toch aan een omgeving? Dus dan toch ook wel weer logisch? Ja, maar een blad, exact op een blad gaan lijken. Ja, misschien als wij heel lang tussen de bladeren gaan. Maar er zijn dus fossielen van 47 miljoen jaar oud. Die zagen er al zo uit. Maar ik vind dat
zelfs als je het mechanisme begrijpt, maakt het wonder niet klein. Want je bent een verzamelaar. Zoek je nog wat in die bladeren? Is er nog een blad waarvan je denkt... Ik heb nu eentje dus... En nu komen we dus bij het pièce de résistance. Dan doe je er dus tientallen miljoenen jaren over om exact op een blad te lijken. En dan word je geboren als albino. Ja, dat vind ik dus. Hij heeft zelfs rode oogjes. Dus die zit daar maar... Die zit daar maar te denken dat hij een blaadje... Die is niet helemaal goed. Nee. En de enige reden waarom hij het heeft overleefd... is omdat hij gekweekt is. Dus eigenlijk staat dit voor mij symbool voor de mens. En jij hebt deze drie in je huis en als er dan iemand komt... dan ga je dit zo... Laten zien, maar er komt nooit iemand. Dus... Even. Ja, dat is een krokodil. Ja? Er zijn nogal wat reacties gekomen op mijn... Op de vorige keer dat ik hier mocht zitten. Kennelijk heb je nogal goed lopend programma. Zou ik mee doorgaan? Maar ineens bood iemand een casting director, Mark van Bree, die is naar Portugal verhuisd. En die zei, ja, ik zie je verzameling. Ik heb al mijn hele leven een krokodil thuis. Die heeft mijn grootvader in Sumatra geschoten. Wil je die hebben? Nou, die wou ik nog wel hebben. Ja, die kon dus er wel bij. Ja, dus die heb ik ook maar genomen. Ja. Wat ik dus het mooiste vind aan de evolutie... is, je denkt dus dat dat beest en deze, dat die beesten hier zitten en denken... mij zien ze niet, zien ze niet, ik ben nu een boom. Maar het moeilijkste om te accepteren aan de evolutietheorie... is dat die dat helemaal niet denken. Die hebben geen idee hoe ze eruit zien. Als je een paradijsvogel bezig ziet... die lijkt heel zelfbewust van zichzelf en maar lekker bezig... en dat vrouwtje zit daarboven en die zegt dan op een gegeven moment... Kom er maar op. Dat zie je. Dat zie je ook in die documentaires van David Attenborough. Is altijd heel bewust. Als mens zie je daar een heel leuk, stoer beestje. Maar die beesten weten niet hoe ze eruit zien. Laatst zag ik er eentje, toen moest ik eraan denken... Die zit dan zo onder en dan zit dat vrouwtje zit boven een beetje te kijken of het allemaal bevalt. En op het mooiste moment trekt die bepaalde veren weg... en dan gaat dat soort geel flitsen. En dan denk je, zo, dat is knap. Maar die heeft zichzelf natuurlijk nooit zitten bestuderen. Die heeft geen spiegel. Dus die doet dat automatisch. Dat is een automaton. En dat vind ik moeilijk. Maar nou wil ik een bruggetje maken naar een andere passie. Ik hou ook heel erg van oude fotografie. Ja. Die lagen de vorige keer ook al op tafel. Zijn we niet toegekomen? Ja, zijn we niet toegekomen. Nee. Dan gaan we nu wel? Nu hopelijk wel toekomen. Ja. Wat ik mooi vind aan die oude fotografie... dus de fotografie is in 1839 ontdekt... is dat mensen staan voor het eerst op een... Ja, je ziet het nu op beeld. Het is de eerste keer dat er de mogelijkheid was om zichzelf vast te leggen. Ze zijn niet zo zelfbewust. Tegenwoordig wij met alleen maar lachend op de camera. Er lachte vroeger nooit iemand. Wij zijn ons hyperbewust geworden van hoe wij ons moeten presenteren... hoe leuk we wel niet zijn, hoe fijn we het hebben... Toen, de belichtingstijd was sowieso... Nou ja, in 1839 was de belichtingstijd een half uur. Dus je moest een half uur ervoor gaan staan? Ja, nou, dat kon dus niet. Dat was nog niet het tijdperk dat je je eten gezellig... voordat je ging eten nog even het gezelschap kon fotograferen. Want dan zat je een half uur stil. Maar drie jaar daarna was de belichtingstijd al teruggebracht tot anderhalve minuut. En in 1844 was er al in de Bredaanse Courant een reclame 15 seconden. Maar dat is nog altijd lang. Dus een heleboel van die kinderen, dat vind ik dus heel mooi... die staan totaal verstijfd in die camera te kijken. Mensen hadden geen idee wat ze te wachten stond. En er was maar één moment in je leven waarin je dit deed. Want het kostte veel. En ik vind dat dus... Ik zie een blik in de ogen van die mensen die... Soms is het geestig... Soms vind ik het gewoon heel erg grappig, zoals deze man. Ja, die staat daar een beetje totaal trots in de lens te kijken. Maar er is ook een ongemak. En dat is bijvoorbeeld hier bij een tintype. Ik weet niet of het goed in beeld gebracht kan worden. Het zijn twee meisjes. Die kijken alle twee even chagrijnig. Heel ongelukkig. Dat meisje dat... deze die kijkt alleen maar met een blik van take the fucking picture. En dit meisje... Daar zie je achter een... daar staat een ding achter. Dat is een Brady stand. Zij kon kennelijk niet stilstaan. Dus daarom ziet ze er ook zo dodelijk ongelukkig uit. Dat was een soort klem waarin je hoofd helemaal werd vastgezet.
een soort kapstok. En dus die stonden de hele tijd. Die konden dan niet bewegen. Nee. Nou, en ja, ik hou van dat onbewuste van jij die. Zei tegen mij, ik wil iets vertellen. Ik heb een vraag of zoiets. Dan moet je me even attenderen als we nog 2 minuten hebben. Dat is nu. Oh, nu al? Ja. Oh. Oké. Okay. Is het? Nou, er is... Kijk, soms zit er een briefje bij. Van als je iets hebt gekocht. Dit zijn dus de daguerreotypieën. Hier staat bijvoorbeeld... Mrs. Mary Maxwell, your great-great-grandmother. Nou, deze vrouw is geboren in 1754. Dus die heeft geleefd in de tijd van Mozart. Mm. Dat vind ik dus onvoorstelbaar dat zo'n foto bestaat. Mm. Nou, dat maakt zo'n foto ook bijzonder, want dan kun je het plaatsen. Maar er is één foto die ik heel graag wilde laten zien. En dat is deze dame, dat staat erop. Professor Laun Larsens, first wife, uh-huh. my grandmother. Nou, daar staat dus zo'n etiketje op. Ja? Allemaal via, via eBay allemaal? Nou, niet zozeer eBay, hoor. Nee, ik heb andere kanalen. Okay. Je wil weten hoe ik eraan kom. Ja, zeker. Nou, zij handelaar. Dit is mevrouw Larsen. En wat is er nou zo bijzonder aan? Eigenlijk helemaal niet zo heel veel. Het is een prachtig portret. Het is ook een beetje risqué. Haar schouder is half ontbloot. Het is mooi ingekleurd. Maar je weet dus al wie dat is. Larsen is een Deense naam. Mm-hmm. Dus het was een immigrant. Het is een Amerikaanse daguerreotypie, dit. Ze moet uit Denemarken gekomen zijn. Maar ik wist, er zit iets, dat er iets bij zat. En dat moet ik even... Ik heb het nog maar 1 keer eerder gedaan. Het is nogal... doen? Schroefdraaier? Ja, ik moet dit even uit de, uit de messinglijst wippen. Mevrouw Larsen, in haar 20e jaren, gefotografeerd, heeft daar iets bijgeleverd. En dat zit hierachter in het doosje. En ik hoop dat het er nog bij ligt zoals het moet. Dit zijn twee haarstrengetjes. Twee haarstrengen. Ja, ik durf het nauwelijks vast te pakken, maar dit is het haar van mevrouw Larsen. Mooi gevlochten. En kijk, Matthijs, ja, ik... Je kent de mythe van Orpheus. Mm-hmm. Man, beste zanger aller tijden, raakt zijn lief kwijt, zijn geliefde sterft. Hij daalt af in de onderwereld. Hij zingt zo mooi dat hij er terugkrijgt. Op voorwaarde, je mag niet omkijken. Hij kijkt toch naar de om, omdat hij zo verliefd op er is, of om welke reden dan ook, en hij raakt haar kwijt. Oude fotografie, de kracht daarvan is voor mij hetzelfde als dat. Die is in staat. Niemand wist wie mevrouw Larsen was. Mm-hmm. Maar dankzij de oude fotografie komt ze heel even tot leven. Al is het maar in dit programma. En dat vind ik de schoonheid van die oude fotografie. Dankjewel. Dankjewel, Larsen.